Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 14. En deze video is een mega grote doelopdracht. Tenminste, je kan er net zo, zo lang bezig zijn als je zelf wil hoor. Ik Bedoel, dat moet je zelf weten, maar je gaat eigenlijk alles wat ik je heb geleerd tot nu toe zelf maar eens eventjes oefenen. En alles op een goede plek zetten en een beetje opruimen en zo. Let's go! Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Want wat heb jij een hoop geleerd? Dus... Koop een lolly, ga op zoek in de keukenkastje, tracteer jezelf op iets lekkers. En dan aan de slag met uh, deze do-opdracht. Ja, we, we hebben het gehad over navigeren met uh, Shift en Numpad en 1, 3, 5, 7, 0, Alles over navigeren. Transformeren, GR en S en met X, I, Z en de Shift en Alt. Maar ook die transformatie vastleggen met Ctrl A, weet je wel. En ook zeker dat die, die schaal, die moest altijd op 1 staan. Kan je het nog, kan je het nog herinneren? En Snap, dat vind je heel gemakkelijk. minuutje om alles makkelijk naar de juiste plek. Selecten, snappen met Shift-S. En wat dacht je van die pivot point en de oriëntatie? Kom maar, die zitten niet voor niets op je toetsenbord lekker dicht bij elkaar. En die hebben een handig minuutje. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die lang zijn gekomen in deze video. En in de vorige video heb je het ook gehad over die collecties. Dus alles een naam geven en in handige dozen stoppen. Dus doen! Vul de chaoswereld! En dit is het blenderbestand wat je kan vinden op mijn site en kan downloaden. Ik kijk, kijk het alweer even in Preview. Dan zie je tenminste alle kleurtjes. Maar als jouw laptop dat niet zo lekker trekt of aan kan zetten, dan gewoon op uh, met. Solid view, en dan zie je gewoon alles grijs. Minder leuk, maar met klutjes is leuker. Maar moet even kijken wat je laptop een beetje trekt. Ja, en wat moet je doen? Het is niet een heel vastomlijnd plan. Zet dit zus, snap dat zo, doe dat zo. Maar bekijk gewoon alles wat er is en zet het op een leuke plek. En wat ik nog even wil vertellen is bijvoorbeeld dit. Ik heb die alien geselecteerd en met Shift D kan je object ook dupliceren. En als je dat doet, dan zit hij dus vast aan je muis. Ik druk geen enkele knop in, maar ik beweeg mijn muis wel. En als ik hem wil bevestigen dan klik ik op links en dan heb ik dus twee aliens. En dan zie je dus in de outliner uh, Alien en Alien 001 staan. Nou ja, uh, dat is natuurlijk wel een beetje saai naam. Dus met um, F2. <laughs> ik heb geen zin om ook nog een keertje allemaal knopjes te maken voor F1, 2, 3 en zo. Nee, nou, je snapt het idee. Met F2 kun je dus een nieuwe naam geven. Dan noem je deze Piet. En uh, dan kan je die andere bijvoorbeeld een naam geven. Uh, Klaas, weet ik veel. We zien maar wat. Um, en wat je dan ook kan doen is deze UFO selecteren en deze alien en deze alien. En dat doe je dus met het links klikken en haal je shift bij ingedrukt. En dan weet je het nog van de vorige video, dan druk je op M en dan zet je die in een nieuwe collectie. Die noem je dan bijvoorbeeld uh, UFO, enter en oké. Okay, en hop dan heb je ze in de doos UFO gestopt. Dus als ik een tip mag geven, zet eerst alles in. De juiste doos. Naam heb ik al voor je gegeven. En ga ze dan gewoon lekker op de goede plek zetten. Bijvoorbeeld zet uh, de, de 3D-cursor eventjes daar neer. met Shift S kan je zeggen uh, Selection Tool Cursor. Hop. En dan heb je de boot al een beetje daar. Met G pak je hem een beetje op. En vul op die manier gewoon deze hele wereld op een manier zoals jij het leuk vindt. Hier heb ik Sinterklaas. En als je denkt, ik wil een hele grote Sinterklaas ergens hier achter deze boot neerzetten. Whatever. Wat jij leuk vindt, uh, ga je gang 20 Sinterklaas of 1. Of hou je niet van Sinterklaas, haal hem weg. Hier voor de mensen die wat meer van wat spannend houden. Ik heb zelfs ook wat bloedruppels ingezet. Dus uh, telefoon. Ja, de bekende objecten van de tekening van Chris. Nou, en voordat je denkt: ja, maar hoe zat het ook weer met al die sneltoetsen? Ga naar mijn site en download de toetsenbord-combi. Overzicht: PDF. Print hem uit, leg hem naar je toetsenbord. En heb je alle toetsen handig bij elkaar. Maar ook in het Blender-boek vind je hier ook bij filmpje. Nummer 14: Ook een handig overzicht van de belangrijkste dingetjes die jij nodig hebt. ...om deze wereld te gaan vullen. Nou, nu moet je eigenlijk alle objecten dus één uh, voor één oppakken... ...en ergens neerzetten en uh, dat soort dingen. En later in het vervolg van deze video's en deze training... ...ga ik je leren hoe je ook objecten aan elkaar kan koppelen... ...en parenten en uh, nog fancier noem je dat riggen... ...eigenlijk klaarmaken voor animatie. Maar voor nu moet je daar gewoon nog niet allemaal druk over maken... ...maar gewoon jezelf vertrouwd maken met al die dingen... ...die ik je in de vorige video's heb geleerd. All right, dat was hem voor deze video. Op naar de volgende video, dat is een boekvideo... Video. En dat is dus niet een heel belangrijke, maar wil je het echt weten. Maar in de volgende video ga ik je vertellen over alle soorten objecten in Blender. Want je hebt allemaal mesh objecten, dat zijn de meest gebruikte, maar er zijn ook heel veel andere. En ik ga ze allemaal eventjes kort bij langs. En dan eh, gaan we door naar de edit mode. Oftewel al een beginnetje maken met het leren maken van je eigen objecten. Ik zie je daar, maak iets.